Zon, wind en regen die hebben niet alleen de bodem van de Batavia aangetast. Ook al het houtwerk aan boord is verweerd geraakt. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het beeldsnijwerk. Het ziet er prachtig uit, maar het is dus onderhevig aan weer en wind. Op de Bataviawerf daar is een beeldsnijderij en daar is Bastiaan op dit moment. Bastiaan, je bent omringd door kleurrijke beelden. Kan je beschrijven wat je daar ziet? Ja, Arnoud, het is prachtig. Je hebt hier grote beelden, kleine beelden, houtsnijwerk, dingen in het gips. En dit is de man die ik moet gaan interviewen vandaag. Hij heet Tiemen Pasterkamp. Tiemen. Nee, is een grapje. Het is een wel. En hij staat daar. Oh. Ik loop er even naartoe. Tiemen Pasterkamp. Hoi. Hallo. Jij werkt hier al, hoe lang? Bijna 30 jaar. Ja. En jij bent verantwoordelijk voor die leeuw? Ja, ja, onder andere. Ja, dat klopt. Alles wat, wat hout gesneden is, komt dat vanuit deze werkplaats? Ja, dat wordt hier gemaakt. Ja, dat klopt. Maar hoe kom je eraan? Wat moet je maken? Hoe weet je wat je moet maken? Ik ben begonnen als leerling hier op de werf. Eerst in de bouw. En na een jaar, anderhalf jaar, ben ik in de beeldsnijderij terechtgekomen. En daar heb ik de vak eigenlijk geleerd. En ja, aldoende leerde ik. Dat beeld wat ik daar zag, dat ben jij echt, hè? Ja, ja. Dat is. Zullen we even naartoe lopen? Ja, gaan we doen. Want hij lijkt sprekend op je. Is dat een opdracht? Of ja, is dat... Het is, heel sporadisch hebben we wel eens opdrachten van derden. En dit was dan voor Tasmanië. Daar was het zoveel jaar geleden dat Tasmanië was ontdekt door de Nederlanders. En om dat te vieren wilden ze een expositie. En ze hadden al twee beelden van Albert Tasman. Maar als je het journaal leest van die reis, dan, dan gebeurt het dat ze in een bootje stappen. Ze vinden een plek om vooraan te stappen met z'n allen in een bootje om de Nederlandse vlag te planten, zeg maar. En door de branding durfden ze niet zo goed aan land te komen. Toen is de scheepstimmerman. Die is ook met name toenaam bekend. Die is overboord gegaan en die is met de vlag aan land gezwommen. En die heeft de vlag geplant. En maar ze wisten niet hoe die eruit zag? Ze wisten niet hoe hij eruit zag. Hij ziet er dus zo uit. Daar was ik helemaal vrij in. Toen heb ik, mezelf laten scannen. Een 3D-print gemaakt. En die als model gebruikt. Ja. Wat een fantastisch verhaal. Ja. Die leeuw die staat hier ook, hè? In het ja. Hout. Dit is de mal van de leeuw. Dus ik heb een foto gemaakt van de bestaande leeuw. Uiteindelijk wordt dit al de derde voor de Batavia. En de maten opgenomen en geprojecteerd op een stuk hout. Net zolang dat die maten klopten. Overgetrokken, uitgezaagd. En nu, hier haal ik dus mijn informatie van. Ja, precies. Waarom geen zee meer, Min? Zo'n hele mooie. Ja. Met lange haren. Nou, was in de 17e eeuw was het gebruikelijk op Nederlandse schepen om een rode leeuw als boegbeeld te hebben. Dus de zeemerminnen. Dat is meer iets voor Hollywood en Walt Disney. Is dat echt zo? Dat is echt zo. Maar die leeuwen hebben dan ook een functie, neem ik aan. Ja, dat is... Het is afschrikwekkend of zo? Ja, afschrikwekkend, maar het is ook een Hollandse leeuw, hè, zoals hij in het Wapen van Holland staat. Dus dat is een rode leeuw met gele manen. Ja. Dus dat symboliseert hij. Wat daar buiten staat, heb jij dat ook gemaakt? Ja. Ja? Ja. Ik weet niet, Arnoud, hebben we nog eventjes één minuutje voor mij? Ja, zeker. Ik hoop dat het een zeemeermin is, dan heb je er alle tijd voor. Ja, het is geen zeemeermin, maar het is wel iets waar we echt even naar moeten kijken. Vol in de kleuren en dat ziet er zo vreselijk mooi uit. De leeuwen natuurlijk, met het wapen erbij. Dit heb jij helemaal met jouw collega's gemaakt? Ja, dit hebben we samen met... we werken met leerlingen, hè? Dus dat doe je met leerlingen. En dit is het rechte wulft van de zeven provinciën. Dus toen we nog bezig waren met de bouw van de zeven provinciën... daar was ik best wel een eindje op weg. Dit is het rechte wulft dus. En die beeldt eigenlijk de naam van het schip uit. Dus je ziet aan de weerszijde zie je een soort gordijnen hangen met eronder festoenen. En je moet het zien als een theater, hè? Dus de doeken gaan open... En je ziet twee leeuwen die de naam van het schip presenteren. Daarbinnen zie je zeven provinciewapens.
Dus dat is de naam, hè? De zeven provinciën. Ja. En daar weer binnen, in het midden, het wapen van de Unie. Dus van de Verenigde Zeven Provinciën. Krijg je een tekening van tevoren van, nou, het moet er zo uitzien? De Zeven Provinciën is heel, heel veel afgebeeld. Heel veel. En wij gebruiken voor deze gebruiken we een print die ligt in Greenwich. En dat is eigenlijk de meest oorspronkelijke en de meest gedetailleerde. Dus daar kon je ontzettend veel informatie uit halen. Je hebt een mooi vak, hè? Ik heb een heel mooi vak, ja. De hele dag met hout, het ruikt ook lekker. Ja, absoluut. Ja. Ik wens je heel veel succes, want er komt een hoop werk aan, hoop ik. Ja, zeker. Mooi projectje. Ja, mooi projectje. Arnoud, je hebt het gezien. Het ziet er fantastisch mooi uit hier zo. Zeker de moeite waard om sowieso eens een keer langs te komen. Ja. Maar al dat handwerk, het ziet er toch prachtig uit. Het ziet er inderdaad prachtig uit. En voor al die mensen die hier nog nooit zijn geweest, echt een advies om gewoon een keertje langs te gaan. Want het is bijzonder indrukwekkend. Pas als je ernaast staat, dan zie je hoe groot en hoe enorm het is. En alles is met de hand gemaakt.